Ja, en welkom bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator. De hele weg ligt vol met boomstammen en die moeten we natuurlijk wegwerken. Dat gaan we doen door ze te versnipperen, dus let's go! Zo, en laten we maar gelijk beginnen. Hallo Victor. Hallo Dirk. Vertel even, wat gaan we vandaag doen? Nou ja, vorige week hebben we natuurlijk de bomen omgezaagd. Die gaan we natuurlijk nu vandaag versnipperen zoals mensen dat hebben gevraagd. Ja, zeker. En dat zie je niet iedere dag op farming. Nou, dat klopt zeker niet. En vorige keer hadden we ook een poll. De eerste aflevering hadden we een poll erin gezet. Wat moeten we eerst gaan doen? En toen hadden we gezegd bomen snoeien of gras maaien. En toen hebben we eerst gras gemaaid. Maar het bomen snoeien, dat ging toen nog niet helemaal. Maar... Nou, ja, weet je wat het nu is? Hij bukt echt als een gek. Kijk maar, want hij moet hier zo in. Alleen... Ik weet het niet. Gek, toch? Hè? Ja, maar ik denk dat jij een niet zo'n handige stam hebt opgetild, want deze ligt echt onder... Dit is echt... Moet je even naar buiten komen, dan kan je zien welke stam jij nu hebt beetgepakt. Dit is de langste met een tak eraan. Ja, maar dan beginnen we wel gelijk goed. Ja, oké, het is wel een lange, maar... Maar ik ga er nou niet de hele tijd uit, want als ik dat doe, dan moet ik alles weer overnieuw opstarten. En daar heb ik geen zin in. Maar de bedoeling is hem gewoon inschuiven, toch? Ja, dat is niet alleen hier zo, maar dat is ook bij andere dingen het geval. Hé, hey, kijk, hij gaat. Kijk. Bijna. Ja, maar nu doe je zelf niks. Dat doet die band dan, of? Nee, nu doe ik nog niks. Maar zometeen moet die band het overnemen. Ja, volgens mij gaat hij dadelijk omvallen. Oh nee, jij valt nog mee. Kijk jij even of alles goed staat? Want ik moet volgens mij deze nu los... Ja, kijk, vanaf het dak, maar hij is nog niet bij dat groene ding waar hij erin moet, hoor. Oh, nee. Draai dat ding. Optillen. Ja, dit is echt heel lastig. Ja, maar het is wel eens gelukt, toch? Heb ik... Ja, zeker, maar er zullen ook best mensen zijn die dit vaker doen. Ja, als je het vaker doet, dan is het een fluitje van een cent, denk ik. Zo. Hey. Maar ik vind wel dat ze deze besturing makkelijker mogen doen, want dit moet je uit een wagen doen. Dus je moet het sowieso al andersom doen, zeg maar. Snap je? Farming 17 komt eruit. Ja, dan hoop ik dat ze dit wel gaan verbeteren. Ze daar wel over nagedacht hebben, denk ik. Maar praat jij het in die tijd even vol? Nou ja, het is natuurlijk weer een week geleden. En hoe was jouw week? Nou, op zich wel... Hey, kijk. Volgens mij, hè? Nee, dat gaat... Hij schiet de hele tijd terug, maar... Ga je nou eens aan de kant met je bolle kop en je staat er precies voor. Ga er eens op staan op dat groene ding. Wacht, weet je wat ik denk dat het verkeerde is? Kijk! Ja hoor! Dat ging er wel. Dat ging er wel, maar... Ja, kan jij eens een stukje in het midden eraf snijden, Dirk? Maar kijk eens in de bak, we hebben ons eerste laagje al, maar... Ja, maar probeer jij eens... Wacht, ga jij eens in die wagen zitten, Dirk? Weet je wat ik ook kan proberen? Met die gele helpen. Ja, dat kan. Die kan je even pakken. Maar ga eerst eens in die rode zitten. Ik wil eens even proberen. Bedoel je deze waar jij net in zat? Ja. En dan kan je volgens mij op O drukken en dan kan je hem starten. Even kijken of dit gaat lukken. Ja, jij dat... Ja. Kijk, daar gaat hij hoor. Ja, alleen dat andere stuk nu. Dat is een stuk lastiger. Oké, en Dirk is nu bezig. Ja, dat... Nou, Dirk doet het op zich. Ja, nee, dat ding schuift omhoog. Uit. Zag je dat? Nou, ik snap niet waarom je in godsnaam zo scheef staat. Want ik vind dit nou niet echt heel erg bepaald goed, Dirk. Nee, maar ik had hem wel bijna. Daar moeten we eerlijk in wezen. Maar kan je hem niet een stukje opzij duwen? Naar voren? Ja, zo bedoel je. Ja, maar dan moet je hem wel je ding aanzetten. Want je hebt hem nu uitgezet. Dat is een beetje dom natuurlijk. Oké, wacht, ik ga eventjes... Weet je waar we dit aan moet denken? Ken je dat spel met die stokjes? Ja, precies. Ja, dat ik je ga eventjes, niet, Ik ga even jouw ding inkorten. Dat is wat makkelijker, denk ik. Ja, even afzagen waar die nu tussen die paal heen... tussen die stok, weet je wel. Ja, daar. Druk aan het zagen, Victor. Volgens mij is die er doorheen. Oké, ja, dit is een stuk handig, alleen... Ja, oké. Ja, maar dit snap ik niet, hè? Dat hij gaat kantelen. Ik ga deze ook even voor de zekerheid doorsnijden, zo. Doorsnijden. Stuk handiger, denk ik. En hoe draai je dat ding? Oh ja, zo. Oh, daar komt hij.
Ja, ja, we zien het, we zien het. Ja, en nu dan? Nou, je moet... Ja! Hey, hoppa! Daar komt hij, maar... Wacht, ik ga erop... Ja, ja, ja! Ja, moet ik hem dan niet loslaten of zo? Nou, van mij moet je hem er gewoon induwen. Ja, hoe kan ik hem erin duwen? Ja, ja, nee, niet zo... Ja, gewoon vastpakken. Nou, nu gaat hij goed. Ja, vastpakken en... Kijk, hij gaat hoor, Dirk. Hij doet het gewoon, die Dirk. Onze hitsige kip doet het gewoon. Ja, maar nu kapt hij er weer mee. Oh, nou, daar komt hij. Ja, ja, jongens. Ja hoor. Daar is hij, daar is hij. En wacht, daar was kan die. Ik hem niet aanduwen? Kan ik hem niet aanduwen? Nee, daar gaat al, joh. Nee, wacht, ja. Dat laatste stukje, dat... Het voorste stukje, dat gaat niet echt makkelijk. Volgens mij gaat hij weer. Ja, hij lacht een beetje. Hij ligt net op de rand. Misschien kan ik dat nog even veranderen. Oké, nou, we hebben inmiddels de blauwe bak, tenminste, hebben we van de kant gezet. En we gaan het proberen op een hele andere manier. En ja, ik heb hier op zich een goed gevoel over. Ja, maar wacht, ik zoom. Eerst moet die stam daar... Oh ja. Ja, anders... Ja, dan weet je het wel, dan... Maar ik vind wel dat ze die besturing in 2017 wel even mogen... Ja, inderdaad, want dit werkt echt dit werkt heel erg... Oké, ga ze aan de kant, Niks doen met je... Die stam kan ik er wel optillen, deze. Of... Ja, maar dan moet je het toch goed doen, denk ik. Ja, oké, dat snap ik. Ja, dan weet ik weer niet hoe die dicht gaat. Even kijken, hoor. Het is een leuk spel, alleen de besturing dat is nog steeds wennen aan sommige dingen dan die je dan niet zo heel vaak hebt gedaan. Oh, wat gaat er gebeuren? Wat gebeurt er? Niks. Oh, ik heb hem op. Oké. Okay. Nou kan die van jou erin, toch? Denk het wel. Zo, toch? Ja, dan moet ik even inzoomen. Ik weet niet waarom die dat nou zo moeilijk doet. Nou ja, ja, ja. Zo, maar volgens mij... Ik heb het idee dat het niet gaat werken, maar... Want hij ligt er... Ja, kijk, je schuift hem erin. Volgens mij werkt het niet. Je moet volgens mij echt met dit ding. Ja, maar moet toch, als je deze loslaat, dan moet dat toch lukken, lijkt mij. Ja, nou, ja. Daar komt hij al. Maar... Wacht eens. Ja hoor, kijk eens. We doen het gewoon. Hoppa, daar gaat hij. Daar gaat hij hoor. Helemaal. Ik denk dat het een betere manier is, Dirk. Oh ja, op zich. Je hebt er wel lang over gedaan, toch? Of... Ja, oké, maar we weten nu wel hoe het moet. En we hebben wat nu zeg? Wel meer dan in één keer. Ik heb er hier ook één, dus als we die er nou ook eens even in kunnen doen. Ik kom natuurlijk eerst zo. Zullen we niet gewoon een hele boom erin kunnen krijgen? Een hele boom? Ja. Nou, het zou moeten lukken, toch? Dat hij er in één keer doorheen schuift, maar... Lijkt mij ook, ja. Maar wat moeten we nou zo meteen doen met dit spul? Verkopen. Ja, dan moeten we dat zo meteen maar eens even wegbrengen, denk ik. Dit. En dan gaan we de volgende aflevering gaan we iets heel gaafs doen. Waarschijnlijk. Moeten we nog even kijken of dat allemaal lukt. Hey, kijk eens! Ja. Oh, shit. Oh ja, ik denk dat ik hem even wat... Ja, zo. Precies, daar gaat hij. Hoppakee. Doe Dirk gewoon even. Maar wat wou je zeggen? Volgende aflevering. Ja, een race gaan we dan toch doen, hoor. Ja, maar en wat we precies een race gaan doen, dat houden we nog even geheim. Ja, maar we gaan sowieso een soort parcours maken op een groot... Het is geen normale race die we wel eens vaker hebben gedaan. Nee. Het is echt een... Het is echt een met een parcours en een soort baanachtig. Ja, ik weet niet. Het moet nog in elkaar gezet worden. Een soort puzzel. Kan je dat rode ding van jou eens even omhoog doen? Want hij hangt weer precies in de weg. Dit bedoel je. Ja, precies. En dan... Ja, wel even rustig aan. Want dan... Maar volgens mij... Moeten we nog één boom hierna, toch? Of... Wacht even. Even kijken. Ik kan er niet uit, neem ik aan, toch? Om even te kijken hoe vol de wagen is. Nee, gaat uit. Dat kan niet. Nee, okay. Kijk. Ja hoor, daar komt-ie. Nee. Huh? Hey, Ja, maar dit is oneerlijk. ze jatten gewoon de helft van onze boom. Ja. Zag je dat? Nou ja, Dirk, ik denk dat we dit maar even moeten wegbrengen. Ja, nou, de houtzagerij, Dirk, die nou ja, volgens, ja. Is hier niet, volgens mij. Nee, maar volgens mij kan je gewoon... Ja, op de kaart heb je van die gele icoontjes met een
dak, zeg maar, die ik kan legen. Volgens mij... Oh! Reis door, trager. Wat? Reis door, trager. Ja, ik bedoel... Maar daar kan je het gewoon volgens mij dumpen. En volgens mij, we hebben daar ook nog iets anders leuks gezien. Zag je trouwens dat bord? Welkom in Salzburgerland. Kom jij wel eens in Duitsland? Ja, nou ja, dit is Oostenrijk. Maar in Duitsland kom ik wel eens, maar in... Ja, Oostenrijk, daar kom ik niet echt vaak. Ja, in de vakantie ben ik een paar keer. Oh, wacht even, we gaan de verkeerde kant op. Meen je dat nou? Die kant moeten we op. Ja, ik vind dat altijd zo vervelend, die kaart. Dan denk je dat je de ja, goede precies. Kant... Ja, maar dan ga je opeens naar het zuiden in plaats van... Ik duw Dirk even aan, want dat trage gedoe altijd. Ja, maar moet je eens even jouw tractor zien en mijn tractor. Ja, ik wil al rijden hey, op tractor. Dan gaat het wel sneller, maar dan ga jij niet harder, Dirk, denk ik. Dirk, wacht even. Stop eens even. Ik wil even hier het kleine tussenstop houden. Want hier zie ik iets heel erg gaaf staan in de map. Ik niet, maar... Ik wil even weten of je hierin kan. Knabbel, knabbel, knabbel. Wie knabbel daar binnen? In kan? Ja. Oh, dat! Ja. Boswachters, weet je. Nee, dat gaat niet lukken. Zo erg gedetailleerd is het helaas niet. Had leuk geweest, maar nee. Oh, boomhut, of wat, Ik weet eigenlijk niet wat het is. Volgens mij een soort boswachtershutje of zo. Ja, om de vogels te spotten. Of om de chickies te spotten. Ja. Maar goed, laten we doorgaan en we gaan eventjes ons hout dumpen. We gaan even kijken of dat kan bij Merk Schrijn, anders gooien we gewoon die bak daar zo neer. Ogen ze mezelf leeg. Ja. Met de hand, inderdaad. Maar ik hoop dat we een berg op moeten, want met mijn tractor gaat dat lukken, denk ik. Maar welke stopsnelheid haal jij? 50. Ja, 40. Ja, 40. Ik ben er. Veel harder. En laat ook even je... nu op dit moment rechtsbovenin in de video zie je een poll staan. En die luidt als volgende. En Dirk vertelt hem even. Wat moeten wij na de race van volgende week gaan doen? Ja, dan kan je het achterlaten. We kunnen weer iets gaan doen met de monster trucks. Ja, laat maar weten. Dus... Ja, of met bomen planten. Ja, bomen planten. Dat hebben we iets gezien dat dat mee kan. Een soort car, maar moeten we even kijken. Nou, in ieder geval, ik kan hem lossen. Dus... Nou, doe dat dan ook. Je kan toch praten en lossen tegelijk. Houtchips. Chips nogal. Ja, dat wordt hier niet geaccepteerd. Dus. Oh, nou, pleur die bak maar neer dan hier, zou ik zeggen. Zo. Oké. Okay. Ze hem gewoon, krijgen ze een cadeau. We hebben toch genoeg geld. Hey, ik mag hem zelfs niet eens neerzetten. Oh, wacht, ja. Ik zit hier eens te kijken, maar volgens mij hebben wij, als wij hier naartoe gaan, een spoorlijn. Ja, met, hoe heet dat? Met een trein. En dat vond ik wel heel leuk bij jullie altijd, dus ik wil dat wel eens kijken. Welke kant... Er is de bovenleiding boven, zie je? Welke kant gaan we op? Andere kant? Nee, hier is ook een berg. Zullen we deze kant op gaan? Laten we deze kant op gaan, want... Ja, eerst even hier kijken, toch? Ja, dat is goed. Oké, ik denk dat we hier even moeten stoppen. Ik denk dat we hier niet, Oh! Dit is een heel erg raar spoor, Dirk. Ja, een beetje stijl. Ja. Kan jij erop? Anders ik heb wel stijl. Belgische spoor, toch? Dit zijn de Belgische wegen, dames en heren. Met hobbels erop. Hobbels. Nou, in ieder geval wel even leuk om in de stemming te komen voor Train Simulator vanmorgen natuurlijk. Ja, maar zeker. Wij hebben al wel eens vaker gehad dat achter een berg... dat we in een soort niemandsland kwamen. En ik ben heel benieuwd hoe dat hier zit. Ja, maar ik heb volgens mij het idee dat ik door iemand geduwd word. Ja, ik denk als je zelf gaat dat je er niet komt. Oh, jawel. Ja, stapvoet zo, met 9 km/u. Maar het einde komt in zicht. Het einde komt in zicht. Zo, ik heb wel hoogtevrees, zeg. Maar op zich, dit is wel een mooi uitzicht. Moet je eens kijken achter je. Zo, ja. Met de zon die ondergaat achter de bergen. Heel romantisch. En... Echte Casanova. En, Casanova, inderdaad. Dit is het moeilijkste punt, denk ik. Nou ja, hij trekt het nog wel, maar ik vraag me af wat erachter zal zitten. Want ik zie daarachter nog wel bergen. Wow. Maar... Oh nee! Nee, nee, nee! Okay, nee, Dirk, ja. nee. Ik ga je helpen. Samen doen we dit. Huh? Ik kijk gewoon achteruit. Kijk eens. Kijk hier eens. Wat is dit? Wat? Op het dak, kijk. Ik rij op een onzichtbaar gedeelte. Oh, dat zie ik niet, maar ik rijd gewoon nog op de berg, maar... Hè?
Ik zit volgens mij vast. Ja, ik ook. Op een punt. Dit is wel weer echt de bug van... Van Game Channel. Ja, maar zullen we... Maar hierachter zit wel iets, maar we komen hier niet weg. We kunnen ook lopend verder. Ja, we gaan gewoon lopend verder. Wat hebben we te verliezen? Oh, hé, kijk hier. Dit is achter de map. Wat vind je ervan, Dirk? Kaal. Kaal, ik moet zeggen... het begint alweer zwart te worden. Dus ik denk dat we even allebei... ergens moet toch een eind zijn van de map. Oh, ik zie... Ja, het... Bij mij is het alweer zwart. Oh, nee, nu weer niet. Ah, ik zie bij mij nu dat het zwart is. En nu wordt het ook echt niet meer licht, zeg maar. Nee. Maar het moet toch een keer zijn dat we... Dat we van de wereld vallen, lijkt mij. Oh, ik zie jou naar beneden rennen. Het ziet er heel grappig uit. Ik weet niet of jij dat ook kan zien, maar... Maar ik ben jou kwijt, Dirk. Ja, als jij nou eens even... Wacht, ja, ik kan jou niet zien. Ik kan alleen terugkijken. Moet je maar eens omdraaien. Ja, ik zie... Oh, wacht. Hé, hey, wacht even. Nu sta ik bijna zo... Hé, hey, ik zie jou. Hier, achter je. Ja, ik zie jou niet. Ik zie niks. Heel apart dit, heel apart, maar... Ah, oh, ik zie jou hier. Achter je, draai eens om. Oh ja, ja, ik zie jou ook. Hier, kijk eens achter, voor je. Huh? Nou ja, Dirk, ik denk dat het toch wel weer heel even... Raar. Ik vind het een hele rare aflevering inderdaad. Volgende week gaan we weer iets gaafs doen met auto's en wagens en zo. We gaan het serieus een beetje afwisselen met het minder serieuze. In ieder geval, bedankt voor het kijken en... Tot de volgende week en jij dan. Doei! Ja, doei! Dat was Farming Simulator voor deze week. Heb je de aflevering van vorige week niet gezien? Klik dan op de video in het scherm, dan schagen we de bomen om die we vandaag hebben versnipperd. Morgen ziet Victor je weer met een nieuwe aflevering van Train Simulator natuurlijk om 4 uur. Tot dan!